De eerste twee games, MotoGP en Tourist Trophy van Sony, die heb ik allebei gespeeld. Vond ik leuk. Deze game, Superbike, zegt, daar gaan wij way, way overheen. Sterker nog, hun motto is, no tourists, only trophies. Oftewel, zo gaan ze daar way, way overheen? Omdat zij vinden het dom. Heel simpel, ze zeggen, leuk die race games, maar het is allemaal zo arcade als een hel. Als je echt een motor rijdt, dan weet je gewoon, dit is niet echt. En onze game, Superbikes, is echt. Dus het lag gewoon niet aan mij dat ik het heel moeilijk vond? Nee. Ik ben niet echt een motorrace game speler. En ik heb die andere twee heb ik ook nog niet gespeeld. Ja. En ik kreeg dit voor me kiezen. En ik was echt wel even goed een paar uur zoet voordat ik überhaupt op die motor bleef zitten. Maar je weet dat motorrijden ook moeilijker is dan auto's. Omdat je eigenlijk ook je lichaam moet gebruiken. Je hebt een voor- en een achterrem. En al die aspecten die zitten ook in deze game. Zitten ook in de controle verwerkt. Je moet ook echt, als je bijvoorbeeld echt zo'n zware 1000cc motor hebt. Dan moet je echt met je lichaam gaan werken. Anders dat vond ik echt tof hoor. Dan rijdt hij onder je kont weg gewoon. Als je die game speelt voel je echt dat het een enorme sterke motor is. Weet je, als jij net die bocht verkeerd inkomt en je geeft gas. Dan word je er gewoon afgeslingerd. Ja. Alsof je op een wilde hengst zit. Met leuke animaties erbij en zo. Dat vond ik echt wel tof. Ja. Het gevoel van op een vette motor rijden doet die game ontzettend goed. Het is heel grappig. De developer Milestone die heeft ooit de motorgame gemaakt. Dat zeggen ze zelf en dat wordt ook algemeen wel een beetje zo gezien. Dat was Superbikes 2001. Daarna dachten ze van, ja, het verkocht niet echt goed. Dat komt ook gewoon omdat het heel moeilijk is. Wij gaan autorace games maken. Hebben ze een tijdje gedaan. En ze hadden zoiets van, maar toch maar weer die motorgame. Dus ze zijn weer helemaal met die oude game bezig gegaan. Dat is de basis. En ja, die gameplay hebben ze helemaal weer erin gezet. En ze hebben gewoon gezegd, we gaan geen arcade, we geven niks toe. Motorrijden is moeilijk, zeker als je het hard doet. Deze game is moeilijk en je moet maar doorbijten. Wat ik heel erg tof vind is dat ze, je kan ook heel veel met je coureur kan je upgraden of vormgeven. Wat doen de meeste racegames? Nieuwe helm, luiken, jasjes, maar ook je eigen rijstijl. Maar ook je eigen rijstijl kan je aanpassen. Wat doen de meeste racegames? Dat je je auto of je motor kan pimpen. Wat zeggen deze gasten? Het gaat niet om de motor. Het gaat om degene die hem bestuurt. Dus daar kan je heel veel mee doen. En dat vind ik echt een leuk element. Ik was eigenlijk wel verbaasd over hoe leuk ik het vond. Desondanks, het is natuurlijk een hardcore game. Maar ik heb het wel gewoon echt wel uren zitten spelen. En ik vond die learning curve was wel goed te doen. Eerst lag ik heel veel met mijn kop op het asfalt. En later wist ik er toch nog wel een paar baantjes goed uit te krijgen. Nou, wat ik altijd tof van motorsport vind, is dat je eigenlijk een beetje de mannen van de jankerts scheidt. Omdat het is gewoon echt moeilijk. Dus mensen die zoiets hebben van een beetje gas geven, en we zien wel. Ja, die haken meteen af. Terwijl gewoon, ja, als je echt wil rijden, dan motorrace games kom je bijna altijd goed uit. Want het is gewoon echt lastig. Ik bedoel, het remmen, maar ook voor en achter. Je kan niet tegelijk remmen, je lichaam erin stoppen. Je gas op het juiste moment opendraaien, weet je. Ja, je bent met heel veel dingen op je controle bezig. En dat vind ik leuk om te leren. Ik heb de PlayStation 2 versie gespeeld. Hoe vond jij het eruit zien? Ik moet eerlijk zijn, Tourist Trophy vind ik er wel ietsje beter uitzien. Maar ja, dat zijn van Polyphony Studios, die gasten die de mooiste shit op de PlayStation 2 maken. Maar het is wel vet. Ik vind met name de animaties, hoe de man op de bike zit, vind ik toffer dan wat er omheen zit. Maar ja, ik vond het asfalt wel heel mooi. En dat is belangrijk bij een racegame. Het klinkt een beetje lullig, maar het is wel belangrijk. Nou, er is heel duidelijk verschil tussen asfalt en als je wat meer het landelijke opgaat. Waarbij het echt wel moeilijker wordt om dan weer op het juiste moment gas te geven. Want ja, die oneven weggetjes, je ligt zo weer op je gat. Dus, en dat vind ik gewoon tof gedaan. Dat ze gewoon echt gelet hebben op de physics, op de animatie van de motor, van de coureur. En zoiets hadden van, leuk al die huisjes en dat. Daar gaat het niet om. Het gaat om het racen. En, ja, nou, het is wel heel doods hoor. Dat vind ik dan wel weer. Die levels, het is echt ontzettend leeg. Dus ja, er zijn 7 andere motorrijders en dan heb je het wel gehad. Nou ja, dat zijn er dan altijd wel weer 5 meer dan bij Tourist Trophy. Dus daar was het nog doodser. Dus oké, het is geen Need for Speed. Ik laat de lange verhalen aan jij over, maar ik vond het best wel leuk. De filosofie achter deze motorrace game dik ik wel. Ik bedoel, het is de man op de motor die het verschil maakt, niet de motor zelf. Daarom zal Superbikes niet snel uit mijn PlayStation 2 verdwijnen. Ik vind het hilarisch, die soort van net even verdraaide uitspraak. Ik ga een kip die iedereen wil slachten.